Wat ik wel mooi vind aan Volendam, is dat jullie wel allemaal... jullie heten wat jullie doen. Dat vind ik knap, mooi. Weet je, Veerman en Smit en Schilder. Enige naam die ik nog miste was Kooksnuiver, om heel eerlijk te zijn. Als er één dorpje is in Nederland waar veel vooroordelen over bestaan, dan is het Volendam. He, ze kunnen allemaal muziek maken, ze kunnen allemaal voetballen, schijnen allemaal PVV-stemmers te zijn. Er is van alles aan de hand. Deze week laat ik me helemaal onderdompelen in Volendam. Kijk wat er aan de hand is. Aan het eind van de week ga ik ze roosteren. En ik begin al wel met een klein visje hier in Volendam. Achterhalen. Dat is in Volendam. Volendam. Vis. Heel veel vis. Vissers. Fout dorp, foute muziek. BZN. Jan Schit. Nick en Simon. Maar ook de Volendamse beruchte kermis. Ik heb wel eens gehoord dat in Volendam wel eens drugs gebruikt wordt. Kilo coke. En dat het ook wel eens gebruikt wordt als middel om langer wakker te blijven, om meer vis schoon te maken. Klederdracht. Ik heb wel gehoord dat het een hele gesloten gemeenschap is. Het schijnt dat daar heel veel mensen op PVV stemmen. Hekken om en afsluiten. Volendam is een vissersdorp met 22.000 inwoners. Ze hebben zelfs hun eigen muziekstroming, de Paling Sound. In 2001 kwam Volendam groot in het nieuws. Bij een cafébrand in het Hemeltje kwamen 14 jongeren om. Volendam is een erg hechte gemeenschap en een populaire toeristische trekpleister. Hallo, we gaan naar Volendam of niet? Ja. Nou, ontzettend veel zin in. Gaan we doen. Ik ben nog nooit in Volendam geweest. De allereerste keer in Volendam. Lekker met de bus vanuit Amsterdam. Heerlijk. We gaan niet meteen naar Volendam. Nee. We gaan nu eerst naar Monnikendam. Het is hop on, hop off. Oh, het is hop on, hop off. Oh, zijn je gaat in één keer gooien Engelse shit er doorheen. Ja. Ah, oké. Okay. En ik had begrepen dat Volendam wel een beetje overspoeld wordt door toeristen. Totaal mag je wel rekenen dat er wel honderden bussen komen. Per dag? Per dag. Voor 100 toeristen die allemaal een haring gaan kopen. En hoe denk je dat de Volendammers daar zelf over denken? Volendammers zijn over het algemeen vrij pragmatische mensen en ze houden van geld. Hi there, hop on, hop off. Yes, next stop Volendam. Mensen gaan nu naar de kaasboerderij. Dan gaan ze naar Volendam, dan gaan ze vis eten, ze gaan paling eten, ze gaan haring eten, dan gaan ze nog wat drinken, dan gaan ze weer terug in de bus. Ik kan me voorstellen dat je ook vaak wat misselijke bezoekers in je bus hebt. Ja, dat kan gebeuren, ja. En dat moet jij dan opruimen? Ik maak het gelukkig niet zoveel mee. Laten we zeggen 200 keer per jaar. Hou je handen aan het stuur. Oeh. Bye, tot ziens Simon. Veel plezier. Volendam, ben helemaal klaar voor. Mijn ontdekkingstocht kan beginnen. Omdat ik alles wil weten over dit dorp, ga ik, zoals een echte toerist betaamt, als eerste naar het museum. Hallo. Mooi Volendam. De tijd springt slordig met je om. Toch blijft de... Wim Keijzer, wat fijn jou te zien. Goeiedag. Koning, ja. Ik ben de keizer, ja, en je bent van harte welkom. Dankjewel. In ons eigen Volendams museum. Heel mooi. Waar museum. Alles in tentoongesteld staat zoals het vroeger was. Ah, okay. En dat het nog steeds doorgaat. Vroeger had iedereen Volendammer kleding. Mm-hmm. De echte klederdracht. Als dus de mensen hier kwamen wonen, omdat een vrouw met iemand trouwde... uit de vreemde, dan die jas aan. Ah. Want de jas bestond niet in Volendammer kledingdracht. Ah. En zei dus een jas om een verschil tussen Volendammers en niet-Volendammers te maken. Ja. En, hadden ze dan ook een winterjas, een zomerjas, of was het dan gewoon een jas? Die hadden dus jas aan. En Volendammers kenden dat niet. Dus ik ben nu eigenlijk een jas? Ja. Oh, wauw. Jeetje. Mooie schilderij. Deze meneer neemt de foto's. Dat is de toerist. Oh, dit is de dus typische toerist. Ja. En waarom denkt u dat zoveel mensen vanuit het buitenland Volendam kennen? Waarom komen ze hier allemaal naartoe? Dat komt omdat hier 4000 kunstschilders zijn geweest. De afgelopen 200 jaar. Maar al die schilderijen die werden over de hele wereld verspreid. Toen dacht iedereen in de wereld dat ze in Nederland allemaal in Volendammer klederdracht liepen. Ah. En wij hebben dus daarom ook het nationaal kostuum gekregen. Het mooiste kostuum van heel de wereld. Nou, maar wie zegt dat, dat dat het mooiste kostuum is van heel de wereld? Ik. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, precies.
Er is genoeg te zien in het museum. Veel enge poppen ook vooral. Volendam heeft een rijke cultuur en daar hoort ook een eigen taaltje bij. Strakjes, dan gaan we een lekker zoetje lange dunne op het gordje met tiel, met butter en eik. Gaan we lekker opeten. Wij gaan een visje halen, we gaan zo naar de dijk en gaan we daar een visje eten. Nee. Oh. Het klonk wel, we gingen iets opeten. Het gordje met tiel, dat is een platte schaal. Daar komen aaltjes met aardappelen. En daarboven zit een kopje met boter en azijn enzovoort. Lekker, maar dit was onverstaanbaar. Waarom vind jij dat Volendam geroost moet worden? Nou, het is zo dat wij kennen overal tegen. Want Volendammers onder elkaar roosteren zichzelf. Okay. Dus de zelfspot is al heel erg aanwezig. Die zelfspot is onverstaanbaar. Okay. Niet te geloven. Nou, we gaan het zien, Wim. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En soms gaan ze wel eens te ver ook. Zijn er ook bepaalde onderwerpen waarvan jij zegt van, nou, daar moet je wel een beetje mee oppassen als je daar grappen over wil maken. Bijvoorbeeld de cafébrand, dat is natuurlijk ook een heel groot ding hier geweest in Volendam. Moet je niet beginnen. Nee, precies. Moet je niet beginnen. Nee, dat moet je niet doen, want dan komen er emoties los. Nee, precies. Ik kan er zelf ook niet tegen. Nee. Ik heb maanden niet geslapen. Mm. Want die meeste kinderen hebben mij in de klas gezeten. Mm. En dan kwamen er mensen met vellen over hun oren, wie je kent. Ja. En dan kwamen er ouders en kinderen zoeken die al dood waren. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Want daar moet je er niet over beginnen. Nee, dit is wel duidelijk voor mij. Ja. Dus we gaan wel een beetje oppassen wat we gaan doen en wat we gaan zeggen. Maar jij zegt wel dat het tijd wordt dat Volendam geroost wordt. Ja, dat wordt het altijd. We gaan Volendam een klein beetje kapot maken, maar we houden het netjes. Een klein anekdotetje. Hij kan nog een kleine anekdote vertellen. Een klein anekdotetje. Gaat lekker verder. Dan moet je wel even die stonden weer zetten, anders krijg je de grootste ruzie hier. Doei, Wim! Dankjewel. Dank u wel, lieve mensen van Volendam. Welkom bij de Roos van Volendam. Voordat we nog even, dit zijn camera's trouwens met een doek eromheen. Dat je niet denkt dat het vrouw een boerka is. Ik zag mensen al met de hooivork de richting gaan. Er is helemaal niks aan de hand. Er zit gewoon een cameraman achter. Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle. Ik ben opgegroeid in Hattem. Dat ligt daar vlakbij. En ik woon nu in Amsterdam al een tijdje. En ik was nog nooit in Volendam geweest. En ik vind het echt zonde. Ik heb ontzettend veel dingen gemist. Je gaat met de bus, ben ik hier naartoe gegaan. Ongeveer een kwartiertje was dat. Hop on, hop off heet het. Het is ook een klein beetje hoe de jeugd seks heeft hier in Volendam, volgens mij. En wat ik mooi vond aan de busreis, want ik sprak even met de buschauffeur. Hij zei, wat uit Volendam komt, is dat hij het ergste vindt aan zijn baan, is de kots. Hij krijgt gewoon de toeristen, die gaan natuurlijk in Amsterdam, stappen ze om. Nou, dan gaan ze eerst naar Edam, daar beginnen ze allemaal kaas te vreten met z'n allen. Nou, dan gaan ze dus naar Volendam, dan gaan ze aan de haring, dan gaan ze aan de paling, dan gaan ze aan de kibbeling. Dan eten ze nog een wafel, dan eten ze friet en dan suipen ze bier op de dijk. En dat krijgt het allemaal, gaat dat zo in die maag zo'n beetje zitten. En dan zitten ze in de bus, zitten ze terug en dan kotsen ze alles eruit. En het schijnt een soort cement te zijn. Moet je voorstellen, dat je krijgt het er niet afgebikt. En dat vond ik ook wel typisch mooi voor Volendam, weet je wel, hè, de toeristen, hè, het geld blijft in Volendam en de kots die gaat naar Amsterdam. Mooi opgelost is dat. Maar Wim, nou zijn we bij jou aanbeland, want dat was mijn allereerste bezoek. Ik kwam uit de bus en dan versta je gewoon helemaal niets. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Ajax Kicht. Is dat goed? Dat is in Edam. Oh shit. Oké, daar gaan we straks even op terugkomen. Waarschijnlijk heb ik de hele taal van Edam mezelf aangeleerd. Maar oeist wel, toch? Oeist. Een dialect noem je dat. Ik noem het eigenlijk een spraakgebrek, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat ik nog sneller Japans leer dan echt Volendams. Dat echt. En zo, er wordt ook gezegd, hè, Volendammers, jullie zeggen ook, hè, in Den Haag wordt er nooit naar ons geluisterd. Kijk, in Den Haag luisteren ze wel naar jullie, maar ze verstaan jullie gewoon niet. Dat is eigenlijk het hele grote verschil. Wat een toestand. Zo'n zoetje. Zo'n zoetje. Maar ik heb een beetje het gevoel, Wim, alsof jij als enige zo praat. Jij zet net een andere klemtoon op alles. Heel Volendam spreekt algemeen beschaafd Volendam dialect. Ik vind het altijd mooi hoe jij op een of andere manier een soort agressie in je toon weet te leggen altijd. Dat is al totaal niet intimiderend, dat je dat eventjes weet. Deze vond ik heel mooi en dat is ook wel typisch Volendam. Dat wil ik ook hebben. Moekokke. Ja. Is dat zo? Oké, we gaan de goede kant op. Moekokke. En dit snap ik dus helemaal niet. Naar bed gaan. We gaan erop. We gaan erop. Wat zegt u? De bovenop. Nee, dat snap ik. Ja, nee, we gaan erop. De bovenop. Dat is ook. In Amsterdam praat ze ook zo. Maar. Maar je hoofd in
keer ga je erop. Je hebt helemaal geen microfoon nodig ook, volgens mij. Een mooie stem heb jij weer. Holy shit, zeg. Als je lof bent, dan ga je erop. Als je lof bent, dan ga je erop. Als je moe bent, dan ga je erop. Oh, als je moe bent. Ik dacht lof, als je verliefd bent, dan ga je erop. Maar als je moe bent, dan ga je erop. Want wat gaan jullie doen als jullie dan gaan seksen? Dan is het gewoon weltrusten, zeggen jullie dan of zo. Of dan ben je niet lof. Dan ben je niet lof. Nee, dan ben je, maar daarna ben je klof, toch? Ja. Dan ben je helemaal afgekloofd als je helemaal aan het uitge... Ja. En deze is ook mooi. Eie Jan Tuk nog zien. Dan zit Wim nu zelfs met een vraagteken aan te kijken. Dan gaat het niet goed. Goeie maatjes van elkaar. In mijn gat, uit mijn gat. Maar klopt dat echt? In mijn gat. Dat is een vriendschap heftig. Dat is een hele heftige vriendschap. Dan ben je wel afgekloven als je daarmee klaar bent, volgens mij. Ik vind het echt fijn hier in Volendam. Ik heb even die kleine woordjes. Nou, toerisme natuurlijk heel erg belangrijk. Jij hebt me ontzettend veel over verteld, Wim. Ook toen ik aan het wegrennen was, rende je nog achter me aan met meer informatie dan nodig was. Maar je hebt ontzettend veel mooie dingen verteld. Ik heb een grote fantasie. Die heb ik zeker. Dit is niet originele Volendamse kledingdracht. Nee, dit is Amsterdamse. Dit is Amsterdamse kledingdracht. Oké, mooi. Ja. Wat zien we hier? Want dit doet mij denken aan ninja's. Vind je niet? Het is een beetje zo'n ninja-achtig pakje. Als ze verdronken een schipbreuk hadden, ja, dan kon men zien aan de trui waar hij vandaan kwam. Familie die vandaan kwam. Want daarom dragen ze ook allemaal een oorbel, om daar dan de begrafenis mee te kunnen betalen. Ja. Ah, oké. Ja, ik leg dat uit. Ik heb dat zelf ook. Dan heb ik dus... Wees je een oorbel? Nee, maar ik heb hier ook mijn Beffie, daar zit het bij. Gouden. Ja, dat zijn een Beffie. Ja, natuurlijk. Dat is het. Nee, en die worden gebruikt voor dan de kosten van de begrafenis. Ja. Ja. Dus de knopen zijn veel waard, de oorbel is veel waard en de trui weet ze daar vandaan kwam. Omdat het ook zo vaak gebeurde. Ja. Wat interessant, hè? Kom maar even kijken. Ja, ik kom maar even kijken. Hier zie je dus een bruidspaar, maar in de rouw. En een peukje aan het roken. Als iemand dus doodging, dan ging de familie 2 jaar en 6 maanden in de rouw. Daar bestond kleren zwart en paars. En zij droegen die kleren dan 2,5 jaar lang ook? Ja. Waarom 2 jaar en 6 maanden? Dan is het lichaam weg. Oh, is dat zo? Ja. Ah. Dit is een bruidspaar. Ah, oké. Dit is het mooiste wat er is. Ja. Zie je? En wederom kijken ze niet vrolijk. Ze hebben de daad nog niet verricht. Nee. Ze moeten nog seks hebben. Ze moeten nog seks hebben. Ah, oké. En Volendammers, die kees er flink op los. Nou, ik weet het niet. Ik heb zij de mij nog bijgehaald. Maar iets Olivier heeft zelf gezegd, gaat en vermenigvuldigt. Ik wou net zeggen. En hij heeft alle gereedschapjes. Nee, dat was voor Volendammers niet aan doofmans horen. Nee. Nou, typisch Volendam is natuurlijk de klederdracht. Dit is de bekendste klederdrachtwinkel eigenlijk van heel Volendam. Ik ga even kijken of ze mij willen ontvangen. Misschien mag ik ook wel een klederdracht, een typische Volendamse klederdracht, op de foto. Holy shit! Wauw. Jolante is dit. Die werd niet helemaal in dank afgenomen. Erik Hulsebos. De typetjes. Paulusma, Henny Huisman. John van Schip. Gordon. U mag het goed uit eigenlijk. Ah, oké. Doe ik. Ik hou de rest van de kleding aan. Ja, ja. Oké. Het gaat zo mee. Dit is een schort. Kijk, dit is een kleedje. Krijgt u. Dit heb je vaker gedaan. Ja, zeker. Dit is de muts. Nee, dat is de broek. Dit is de broek. Jasje mag erin. Kijk eens. En de pet. Oh, wauw. Mag u door? Druk hem op gewoon zo? Ja. Gewoon chill. Mag u zo op de stoel komen zitten? Zoals Madonna. Yes. Oké. Like a virgin. Want zo zit de volgende dag maar ook. Ja, nee. Het is gewoon een beetje stoer. Ah, oké. Okay. Mag uw rechtervoet op de kaas? Ik zou het niet, dit klinkt echt zeer gevolgd, maar zo zie ik thuis exact. Ja hoor. Komt hier nog op taak. Nou kijk eens, is dit een goede foto of is dit een goede foto? Ze heeft hem supersnel gefotoshopt ook. Nee. Dit is echt heel erg knap. Nee, zo knap ben je van jezelf. Dus zo knap ben ik van mezelf, wat fijn. En dat is ook van dan, je krijgt ook gewoon complimentjes. Ik heb foto genomen bij de boer, fotograaf, helemaal in klederdracht. Precies zoals een Volendammer zich kleedt, elke dag. Met een pijp en met allemaal visnetten. En een accordeon had ik ook, dus al een pijp en een accordeon had ik vast. En terwijl ik met mijn voet op een homp kaas stond. Dat deden jullie vroeger. Jullie hadden vaak 1 kaas en dan gingen jullie dan zo bovenop staan. Met de pijp zo en de accordeon. Maar dat speelden jullie niet op, godzijdank. Ik heb ook niemand accordeon zien spelen hier. Maar Wim, je hebt ontzettend veel verteld, wat ik al zei. Volgens mij ben je alles vergeten. Ik ben zeker nog
nog niet alles vergeten. Nee. Want bijvoorbeeld de klederdracht. De klederdracht heb je verteld. Daar heb ik heel goed opgelet. De echte klederdracht van de Volendammers was een wijde zwarte broek. En een rode jas. Rood jasje was dat. En een bef. Een befje. En de vrouwen hadden twee rokken. En waarom twee, Wim? Want dat wist ik dan even niet. Waarom hadden ze twee? Ze hadden er wel eens zes. Ze hadden er wel eens zes. Je moest heel veel zoeken in iedere rok. Je moest heel ver zoeken, ja. Dat. Okay, ik snap wat je bedoelt. Je maakt een lichtelijk seksuele toespeling dat je... Jawel, is dat... Ja. Een zoektocht naar beffen zijn sommige mensen helemaal verdwaald geraakt daar. Onder de zes rokken zo ongeveer. En wat heb je ook verteld? De rouwkleding. Dus ook, Volendammers hadden als ze rouwen, speciale rouwkleding. En die droegen ze anderhalf jaar. Anderhalf jaar bleef die kleding. Tweeënhalf jaar. Nee. Oké, dan 2,5 jaar dan. Maar ik moet wel even zeggen, Wim, dat de show duurt wel nu twee keer zo lang. Zo ongeveer. Ik ga weer even verder, Wim. En Wel, nu komt het mooiste verhaal wat je mij hebt verteld. En dat gaat over het wapen van Volendam. En dat is een ontzettend mooi verhaal. Het wapen van Volendam, dat is een paard met een visje aan zijn voet. En toen vroeg ik hoe dat dan eigenlijk kwam. En dat is een heel mooi verhaal. Dat gaat over Lijsje, een heel nieuwsgierig meisje. En toen Volendam nog een heel arm vissersdorp was. En ze werkten ze allemaal zo bij de zee. Dat was voor 1740. Nou, zeker dat dat voor 1740 was. Toen verhalen nog niet werden onderbroken. We kennen al die tijd nog. Maar in ieder geval. En Lijsje, er was een meisje, een boerinnetje. En ze werkte daar. En op een dag zag zij een veulen uit het water komen. En ze aaide het veulen en het veulen gaf haar een bot. Een hele prachtige vis gaf die haar. En de volgende dag kwam het veulen weer uit de zee. En die gaf er een haring. En op een dag kwam het veulen niet meer terug. En zij droomde over het veulen en ze wilde zo graag het veulen aaien. En een paar weken later of een paar maanden, we zullen het eigenlijk nooit precies weten. Misschien een paar jaar, dat kan ook. Was zij weer bij de zee en daar kwam het veulen weer uit het water. Er schijnt op het veulen te zijn gestapt, of ze zijn samen de zee ingegaan. En zij waren nooit meer teruggevonden. En alle boeren zijn toen netten gaan maken. Toen zijn ze elke dag gaan vissen om dat meisje weer terug te vinden. En ze hebben haar nooit gevonden. Maar ze hadden wel, elke dag hadden ze ontzettend veel vis. En zo is Volendam eigenlijk van een arm boerendorp naar een rijk vissersdorp gegaan. Een conclusie is, als je kijkt wat er allemaal is gebeurd en paarden die uit zee komen en die vissen meenemen en zij droomt en zijn visioenen, dat je toen al zag dat er ook in die tijd ontzettend veel drugs werd gebruikt in Volendam. Zouden jullie denken dat als jullie mentaliteit een stuk scherper en beter zou zijn en minder drank, dat jullie dan toch wat hoger zouden kunnen eindigen? Ik heb een jaar geen alcohol gedronken. Ik speelde in het Nederlands team. Ik merkte niet heel veel verschil. Okay. Wat een geluid, wat een plezier. Kijk nou eens naar de mensen. Zo, goedendag. Goedendag meneer. Meneer, Martijn Koning. Ik ben Thomas Sier. Thomas Sier? Ja. Nou, ik vind het al meteen opvallend. U weet geen tol, u weet geen keizer of schilder. Nee, ik heet Sier, maar Sier heet hier ook veel. Er zijn heel veel vooroordelen over Volendam. Dat iedereen is muzikaal. Ja. Op Jan Smit na zeggen ze er altijd bij. Allemaal. Ja, ze kunnen allemaal voetballen. Ja. En ze werken allemaal keihard. Ja. En het is niet lullen met poetsen. Ja. Maar het is wel een beetje een gesloten gemeenschap. Nee, helemaal niet. Maar dat is het niet. Helemaal niet. Oh. Alleen de open gemeenschap. Want de wereld komt hier. Hmm. De hele wereld komt hier. Ja. Ja. Al brengt iedereen maar een euro. Ja. Dan hebben we miljoenen euro's. Oké, dus ze zijn wel zakelijk, dus ze verwelkomen iedereen, maar dan moet je wel laten kunnen verdienen. Welcome to Volendam. Okay. It's the most beautiful town in Holland. Uh-huh. What do you think about Volendam? I think Edam is better. Oh, shh. You don't say that here. No. It's wonderful. Yes. Fish is very nice. Ah, you like fish? Yeah, cheaper than turkey. Ah, you're from Turkey? Yes. Auf Deutsch or is that English? Deutsch. Okay, Deutsch. And what have the Rasenprospekt gesagt? Rundreise, Amsterdam, Rotterdam, hierhin. Volendam. Yeah. Alles mit einem Damm. Yeah. How did you come across Volendam? I drove here. I drove my car here. Oh, you drove your car? Yeah. From Taiwan? No. Oh, okay, now from... From Amsterdam. Ah, from Amsterdam. Yeah. Toen was ik op de dijk geweest, ontzettend veel Japanners, Duitsers. Dus het is ook mooi om Volendam even te zien, ja,
ja, hoe Nederland eruit zou zien als we de Tweede Wereldoorlog verloren hadden. Ook erg mooi was dat. En het toerisme. En daar had ik veel dingetjes over opgezocht. Jij hebt me ontzettend veel over verteld, Wim. De Holland Mania, dat is eigenlijk hoe het toerisme ontstond hier in Volendam. En er waren heel veel kunstenaars, eind van de 19e eeuw. En die kwamen allemaal naar Nederland, maar die gingen allemaal naar Volendam. En toen ontstonden ook de eerste souvenirwinkeltjes stonden toen. En toen gingen mensen in klederdracht, die gingen zo heel agressief proberen op de foto te komen. Gingen ze allemaal geld voor vragen. En geld kwam er een beetje in. En het schijnt ook, dat schreef iemand op, iemand die daar toen is geweest, dat de Volendammers liepen achter hem aan met alleen maar money, 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 money. Net zo lang money, money, tot je maar zo geld gooide. En zo, weet je wel, om er maar vanaf te zijn. Het schijnt dat een Zweedse toerist daar later een nummer over heeft geschreven. En die zijn daar ontzettend groot mee geworden. Naast alle toeristen die hun portemonnee komen legen op de dijk, vind je er gelukkig ook nog steeds de echte Volendammers. Hey guys, hey. Hoe is het ermee? Hi, Martijn Koning. Martin. Martin. Hi. Stefan. Hey, Colin. Colin. Hey man, jullie zijn echt Volendammers. Wij zijn echt Volendammers, geboren en getogen. En wat doen jullie zoal? In mijn dagelijks leven ben ik kok. Ik werk in een telecomwinkel. Ik heb een feestverhuurbedrijf. Oh, serieus? We huren zeg maar alles voor feestjes. Oké. Okay. Dus dit masker is ook van jullie? Hey, en dat doe je al, hoe lang doe je dat al? 2,5 jaar nu. Oh, wauw, hoe oud ben je dan? 20. 20? Ja. En heb je veel mensen in dienst? Ja, wel een aantal. Ik heet Theo. Hoi, hoi. Naar wie zwaai je nou, Martin? Dit is een goede vriend van mij. Ah, oké. Okay. Ja. Want iedereen kent elkaar hier in Volendam. Ja. Ja, overdag mee wel. Klopt wel. Wat zit er hier in het water dat iedereen alles kan of zo? Dat is wel apart. Kun je ook nog zingen, Colin? Nee, ik ben heel slecht gezongen. Ah, oké. Okay. Nou, dat geeft helemaal niks aan. Jij? Martin en ik zijn een duo. Oké, okay, nou leuk. Oh, muzikaal duo. Hebben jullie zin om misschien een klein stukje te spelen voor ons? Nu? Nu, kan dat? Ja, is goed. Ja, cool. Welke? Liedje van Nick en Simon. Ah, oké. Okay. Want die komen hier vandaan, toch? Die komen hier vandaan. Ja. Dat zijn nu artiestennamen, toch? Ja, het schijnt als ze andersom Simon en Simon Nick heet, ja. Naar het Nederland, waar het zo gevaarlijk is. Thuis wacht daar zijn geliefde meid, die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij ziet een ster. Volendam staat natuurlijk bekend om de palingsound. Nou, iedereen zingt in Volendam blijkbaar. En ik ga even nu uitvinden waar die palingsound vandaan komt. En hoe ze dat doen. En waarom zit het zo in het bloed van de Volendammer? En waarom heb ik zo'n hekel aan palingsound? Ik ga het zo zien. Zo, mooi. Dit is echt het Palingsound Museum. Maar dit is echt alleen voor de palingsound. Ja, precies. Jan Smit natuurlijk, Piet Veerman. De Cats. En waar komt die naam vandaan, Palingsound? De naam is eigenlijk ontstaan in de tijd dat de Cats zeg maar bekend waren. Ja, en de Cats is eigenlijk de grootste band die Volendam eigenlijk ooit heeft voortgebracht. En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar zo naar beneden gegaan. En op een gegeven moment Jan Smit. Of tenminste, zo is het. Nee, maar zonder gekkigheid. Kijk, de Cats die waren natuurlijk de pioniers, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Vaak werd er dan promotie gemaakt en dan moesten ze naar Veronica toe. Mm-hmm. Joost en Draaier, Willem van Koten. Ja. En dat deed die manager natuurlijk wel heel slim. Die nam een pontje paling mee. Ah. Want daar is toen ook de naam ontstaan, Palingsound. Hey, en dat zit dus echt in het bloed van de Volendammer zit het zingen. Want jij bent zelf de zingende makelaar, zoals je zelf heet. Zing je dan ook vaak House for Sale? Nee. House for Sale. En ik ben afgelopen november gevraagd om bij de Tribute to the Kids bent te komen. Oh, wauw. Wat een eer. En zingen natuurlijk. Zingen. Speel je ook nog een instrument? Gitaar. Is de muziek ook voor een Volendammer ook een uitlaatklep? Komt daar de frustratie uit of de liefde? Of zingen ze gewoon om geld in het laadje te brengen? Ik denk dat als je het voor het geld zou doen, dan zou je niet zo ver en gedreven zijn als dat, als je het niet leuk vindt. Wat vind je dan dat Jan Smit die reclame doet voor dat brillenmerk? Waar komt jouw bril vandaan? Pearl. Pearl, wel. Maar kijkt Volendam dan er ook een beetje naar van, ah Jan, doe eens even normaal zijn met je Pearl. Nee? Nee. En wat is de bekendste band nu op dit moment hier in... Zoals Jan Smit, Nick en Simon en Drie Ace zijn natuurlijk het bekend. Ja, precies. En wat komt daar precies onder? Nou, ik denk op dit moment Tribute to the Kids bent. Ja, serieus? Ja, serieus. En zingen ze een stukje dan? Of? Nee, dat gaan we niet doen. Wat dan? Ik zie zoals dit. And why I always wanna be fire in the sea. Nou, zie je, wat een mooie stem heb jij, jongen. Wat een nachtegaaltje is dit. Ja. Michel, wat supercool, man. Wat een
Ontzettend mooi museum, man. Ik ga nog eventjes een beetje kijken. Oh, hier is het einde al. Nou, goed, dat maakt dan niet uit. Vond het erg mooi. Ik heb het Palingzangmuseum ontdekt. Ontzettend mooi. Ik werd rondgeleid door Michel De Haan. Zingende makelaar is dat. Hij heeft ook even voor mij gezongen. Dus ik moet zeggen, hij is een zeer getalenteerde makelaar is hij. En, ja, en hij zingt voor de tribute band voor de Cats. De tribute band, de Cats tribute band is dat. En toen dacht ik, de Copycats, dacht ik. En, want je hebt zoveel verschillen. Zijn, bijvoorbeeld Nick en Simon hebben jullie natuurlijk. Hè, eigenlijk artiestennaam zijn natuurlijk hè, Simon en Nick. Dat weten heel weinig mensen. En Nick en Simon, ik heb ze een aantal keer ontmoet. Ontzettend leuke gasten, maar niet echt kei rock en roll of zo. Dat is dan ook weer niet. Weet je? Want ze, en ook hun fans zijn niet echt helemaal rock en roll en knettergek. Weet je? Er worden nooit slipjes op het podium gegooid of zoiets. Hoogstens wel eens een wollen trui. Weet je wel? Er wordt een wollen trui op het podium gezegd. Voor jou, Nick, wordt er dan gezegd. Weet je wel? En, jullie zijn streng gelovig. Jullie geloven allemaal dat jullie muzikaal zijn. En, maar ook als je niets kunt, dus als je niet kan zingen, je kunt niet sporten, je kunt niet werken, je kunt eigenlijk helemaal niets, kun je toch succesvol zijn. Zoals Kees Tol, waarvan eigenlijk niemand precies weet wat zijn talent is. En toch redt hij het. Dus ontzettend knap van Kees Tol. En natuurlijk Jan Smit. Dat is eigenlijk de allerbeste. En hij is natuurlijk heel bekend in Duitsland. Net zoals Rudy Karel en Sylvie Meis, Hitler. Nou, noem maar op. Verschillende mensen zijn ontzettend bekend in Duitsland natuurlijk. En Jan Smit, ik vind het mooi. Het enige wat ik echt haat is de Pearl-reclame. Dat Pearl, ik haat het. Alleen het mooie is, je hebt nu René Vroeger. En die gaat er nog overheen met zijn multifocale bril. Nou echt, ik weet in welke camera. René Vroeger, echt, val dood alsjeblieft. Echt serieus. Ja, sorry, maar daar word ik echt helemaal gestoord van. En ja, goed, ja, Jan Smit, ook ontzettend mooi. En hij heeft, en dat wist ik niet, maar hij heeft het clublied van FC Volendam heeft hij veranderd. Want ik had het clublied van Volendam, probeerde ik even op te zoeken hoe dat gaat. Ik dacht, maar we zijn misschien met te weinig mensen om dat mee te zingen. Dus dat is een beetje jammer. Maar is dat nog steeds van, wie herkent de Volendammers? Is dat het? Nee, andere toon. Andere toon. Ben je ook een asshole, Wim? Ik doe zo mijn best, hoor. Echt, je klinkt weer als een andere toon. Wie herkent de Volendammers? En dan aan de wijde broek. Want die wist ik aan de klomp en wijde broek. Aan de klomp en wijde broek. Oh, aan de klomp. Kom, en vooral waar wij ook komen. Komen, kijkt men als... Ja, oeh. Ja, Wim, kijkt men als wat? Kijkt men ons na tot om de hoek. Shit, daar kwam ik dus echt niet uit. Ik had... Ja, wij zijn de Volendam. Oké, okay, je bent weer wakker. Ja, nee, jij bent af. Je kan niet in één keer weer de half in gaan komen. Elke club die tegen ons komt spelen, wordt door ons gekraakt. Oké, okay, dat is hem wel. Jongens, daar gaat ie. Nu we het toch over voetbal hebben, ik wil weten waarom ze in Volendam zo goed kunnen voetballen. Wat is hun geheim? Hey, hi, Martijn Koning. Johan Muren. Familie van? Ja. Nou, oh, wauw. Zijn mijn ooms. Wauw, ja. Wat cool zeg. Die paas kan ik me nog heel goed herinneren op Van Basten, 88. Hoe oud was jij toen? Ik was toen 3. En jullie spelen Eredivisie? Ja. Dus echt de bovenste... Wij spelen in de hoogste divisie van Nederland. Okay. En we zijn dit jaar 3e geworden. We hadden natuurlijk liever eerste geworden. Ja, natuurlijk. Maar nummer 1 die heeft bijvoorbeeld een bijeengekocht team. Spelers, die alle spelers uit heel Nederland. En dan staan wij met 10 Volendammers... Jullie zijn volledig Volendam? Nou, niet helemaal. Oh. We hebben 1 Amsterdam en 1 jongen van Marokkaanse afkomst uit Almere. En wordt die dan geaccepteerd? Nou, want... volledig. Ja, oké. Okay. Zeker weten. Maar niet helemaal, weet je. Ja, wel helemaal. Ja, precies, maar niet... Je snapt wat ik bedoel, maar niet helemaal. Nee, wel echt helemaal. Ja, omdat hij niet Volendams is. Maakt echt niet uit. Nee, precies. Hij mag lekker meespelen. Ja. Maar als je een afgelopen biertje gaat drinken, zit dan... Nee. Ook. Nee, of soms gaat hij dan mee. Nee, altijd. Het is echt een misvatting dat wij al gesloten zijn. Sterker nog, je zou in je eentje de kroeg inkomen. Ja. Dan denk je wij, wat zielig. He, kom erbij. Moet je pilsie? We zijn heel open. Dus jullie zijn een zuipteam wat zich toch weet te handhaven in de Eredivisie van het zaalvoetbal en dan zo 3e weet te worden. Ja. Zouden jullie denken dat als jullie mentaliteit een stuk scherper en beter zou zijn en minder drank, dat jullie dan toch wat hoger zouden kunnen eindigen? Ja, maar ik heb een jaar geen alcohol gedronken. Ik speelde in het Nederlands team. Oh, serieus? Ja. Jezus. Ja, en daar, ik merkte niet heel veel verschil. Okay. Dus ik... Nu komen alle keepers, zie ik. Keeperstraining. Dat zijn onze handballers. Oh, dat zijn jullie handballers. Ik stel voor dat we vandoor gaan. Nou, let's go. Hey, cheers jongens. Op een geslagen training was dit, toch? Ja. En dit is jullie vaste standpoel. Ja. En dit is ook jullie sponsor. Dit is ook onze sponsor. Ja, en die sponsort deels geld en ook deels bier. En wat doen jullie dan terug?
Nou, presteren. Presteren. Dat, En we zorgen voor gezelligheid gedurende de avond. Ah, oké. Okay. En door onze gezelligheid trekt deze tent misschien wel meer mensen naar binnen. En zo werken we twee kanten op. Ah, oké. Okay. Maar even van alle voordelen, welke is vervelend? Dat we racisten zijn, vind ik echt vervelend. Ja. Ja, maar daar klopt helemaal geen hout van. Nee. Sterker nog, we hebben helemaal niets tegen andere huidskleuren. Helemaal niets. Nee. Maar echt nul. Want ik zie zo ontzettend veel hier om me heen ook. Ja. En toen ben ik bij mijn grote vrienden, mijn allergrootste nieuwe vrienden ter wereld geweest. De jongens van ZVV Volendam. Ik vind het ook mooi dat het dan even niet over vis gaat, weet je wel. Gewoon even over voetbal. Assistent-trainer heet Johan Steur. Dus misschien niet een heel goed voorbeeld. En ik vond het leuk, we hebben het over heel veel dingen gehad. Over verschillende zaken, wat Oman zich in Volendam bezighoudt. En het ging natuurlijk ook eventjes over mensen. Misschien uit andere landen. En het was het meteen ho, want er wordt heel vaak gezegd, Volendam. En het is racistisch. En helemaal niet zo, zei Johan. We hebben een Marokkaan in het team, zei hij. En zei, oké, wat cool. Ik zei, nou, waar is die? Die was er die avond eventjes helemaal niet. Stond toevallig was hij er niet. Maar nu is hij er wel, neem ik aan. Nog steeds niet. Hij is er nog steeds niet. Maar hij schijnt wel ergens te zijn. Oké. En toen vertelden jullie dat jullie dan nog altijd gaan drinken. Jullie gaan drinken daarna op de dijk. Bij speciale gelegenheden. Bijvoorbeeld zoals elke dag doen ze dat. En toen ging het dus ook over de drugs. En over drugs, er wordt geen drugs gebruikt. En wat ik ook mooi vind, is dat jullie dan helemaal losgaan op de kermis. Kermis, ontzettend belangrijk. Kermis, ontzettend belangrijk. Daar sparen jullie voor. En dan worden jullie helemaal gek. En het schijnt nu ook dat de kermis is nu... op zaterdag en zondag wordt die prikkelarm. En ik weet niet of jullie dat weten wat dat betekent. Prikkelarm, dat wil zeggen dat voor mensen met ADHD en epilepsie en weet ik wat, dat er wat minder wordt gedraaid en wat minder felle lampen allemaal zijn. Dat die mensen ook gewoon naar de kermis kunnen. En weten natuurlijk allemaal wat de achterliggende gedachte is. Dat is natuurlijk ook voor Volendammers die dan paddo's of LSD hebben gehad. Dat die ook gewoon naar de kermis kunnen zonder dat die gewoon helemaal schuimbekkend ergens op de grond liggen natuurlijk. Maar goed. Ik ben er wel eens geweest. Ik ben er nog niet geweest. Ik weet er toch niks over. Nee, maar ik heb ervan gehoord. Ik heb gehoord dat het allemaal gezellig is. Niet van mij. Niet van jou. Dan zal dat het enige zijn wat ik niet van jou heb gehoord. Het is heel moeilijk. Nou, ik denk dat je eerder vrouw bent dan dat jij dit voor elkaar krijgt. Je kunt niet in Volendam zijn geweest zonder een paar echte vissers te hebben gesproken. Dus ik stap nu hier op de boot, word ik naar drie broers uit Volendam gebracht. En dat zijn echte vissers, dus wauw. Gaat even zien, dan man. Oh, heerlijk. Across the ocean. Sailing home. We going to be free. Zijn ze? Zijn de broers. Down below. The cruise in motion. Deze gast is heel sterk. To defy. The violence of the sea. Ik heb lekker de schoenen aan omdat ik... Ja. Hallo! Hi, Martijn Koning. Hallo. Nou, de netten worden nu uitgegooid. En is dat voor de aal of de paling? Paling, ja. Tot hoe diep zakken die netten nu? Ik denk van een meter of vijf. Meter of vijf. Ik zou denken dat het veel dieper is. Nee, ja, er zijn wel plekken die zijn veel dieper. En hij spuit ze schoon. Ze noemen hem de spuiter. Is dat gewoon echt een trucje wat jullie zelf hebben verzonnen of is dat echt van oudsher? Dan hebben ze eigenlijk zelf verzonnen, ja. Ja. Vroeger had je dat allemaal niet. Er bestond dat allemaal niet. Spuiten en... Slikken. Stond niet. En hoe lang laten ze jullie liggen dan? Hier komen we vrijdag weer bij. Tot de vrijdag. En dan zitten ze gewoon helemaal vol? Nee. Helemaal vol dan, nee. Was maar waar. En dan, waar brengen jullie het zo dadelijk heen dan? We hebben het... naar vishandel 119. Die nemen al jullie vis af? Ja. En hoe lang doe je dat al? 35 jaar. 35 jaar, wauw. Er zijn nog veel vissers in Volendam. Niet veel meer. Ze zijn een beetje een uitstervend ras aan het worden. Zeer bedreigd, ja. Ja. Mijn beeld, en het beeld van heel Nederland eigenlijk, dat iedereen in Volendam is visser. Nou, dat was wel altijd zo. Maar op een gegeven moment is die afsluitdijken gekomen en involderingen en noem maar op. Ja, toen zijn ze een beetje overgeschakeld in de bouw, op de vishandels en noem maar op. Muziek, niet te vergeten. Dat schijnen ze ook te doen. Ja, dat schijnen ze te doen, ja. De familie wil het niet overnemen? Ja, ik denk het niet, nee. Ah, ik denk niet dat mijn zoon gaat varen. Nee, wat doet hij dan? Hij zit op school voor ICT'er. Ah, oké. Okay. Dus
Niet, ze willen geen vissen worden met de ICT, maar blijven ze wel in Volendam wonen, denk je? Ja, dat denk ik. Ik hoop het wel. Ja, dan gaan ze niet weg. Nee, denk het niet. En is het al, stel ze komen met iemand thuis die buiten Volendam is, mag dat? Ja, daar heb ik niet zoveel te heen te brengen, zou ik. Wat is het raarste wat jullie ooit gevangen hebben? Een ringslang. Een ringslang? Ja. En een schildpad. En overleven deze? Ja. Deze zijn zo verschrikkelijk sterk. Ah, oké. Okay. Dat zijn die modder... grond dingen, ja. Pak hem maar een. Nee, zo. Oké. Okay. Het is heel moeilijk. Nou, ik denk dat je eerder vrouw bent dan dat jij dit voor elkaar krijgt. En ik heb ook gesproken met de gebroeders Schilder. En die zijn visser. Ik weet niet, is er nog een gebroeders Schilder? Is die hier? Oh, daar zit je. Nou, fijn. De leukste zit er ook. Fijn is dat. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd. Ik vond het beet. Dat is niet beet, maar toek. Zoals je een vis hebt, zeg je toek, zeg je dan. En je hebt geen verstand van vis. Hè? Nou, je waffel is het. Oh shit, dat staat wel iets. Dat heb ik geleerd. En ik heb veel geleerd over paling. Ik wist helemaal niet over paling zoveel, joh. Paling ziet eruit als een piemel. En het is ook nog een keer een trekvis. Haha, vond ik heel erg leuk. En wat ik ook mooi vind van de paling, en dat wist ik helemaal niet van de paling. Maar de paling heeft 4 neusgaten. De paling heeft zo neusgaten, zitten zo vlak bij zijn neusje, zitten 2 gaten. En zit achter de ogen van de paling zitten ook 2 neusgaten. Nou wordt het water eigenlijk doorheen gefilterd. En dacht ik, holy shit, 4 neusgaten. Echt, als Volendammers al hadden gehad, waren jullie allemaal dood geweest ongeveer. Ja. Maar goed. En de paling... Wat zeg je? Hij is zo glad, hè, de paling, klopt. En nog 2 bier voor Wim. De informatie wordt steeds, ja, steeds voor de hand liggender. Is dat, paling is glad, een deur doe je open om erin te lopen. Oké, okay, dankjewel Wim voor de informatie. De gebroeders Schilder hebben zich in de kajuit bij hun vader gevoegd. Paas Schilder is al 75 jaar en vaart nog steeds. Vader is mee, zit hier links vooraan. En is er nou veel in de loop der jaren veranderd in de visserij? Ja, heel veel. Te veel? Wij mogen niks meer. Hmm. 4 maanden. 4 maanden mogen we nog op... Dan kan je brood niet verdienen in 4 maanden. Nee, dus je mag maar 4 maanden vissen eigenlijk. In dat zootje in Den Haag, ja. Die maken de dienst voor ons uit. Maar die vangen 50 weken goud. Ja, nee zeker. Ja, goed ook. Wat doen wij nou vanille? Ja. Dit hou je niet vol. Nee. Maar is dat, gaat het straks dan nog wel verder? Nee, kinderen mogen niet varen. Die mogen niet varen? Nee. Maar dat mag niet van jou? Nee. Oké. De ellende die ze met ons uitgehaald hebben, dat gaat mijn kinderen niet overkomen. Hmm. En dan is het qua regels en... Als wij vroeger, dan was je gewoon, als je was vrij. Maar vroeger mochten wij over heel jaar door met doek kwam vissen. Ja. Nu mag je niks meer. Maar heeft het ook te maken dat moet de vis dan ook weer terugkomen? Moet de vis zich herstellen of is dat niet aan... Nee, dat zal ik ook even vertellen. Ja. Die biologen hebben het water veranderd, maar alle fosfaten eruit gehaald. Ah, het voedsel is eruit. En die stoot kreeg, de visserman. Ja, precies. Oké. Okay. Dat ik begon met varen lagen in de haven van Volendam 32 schepen. Die visten 6 dagen in de week. Ja. En dat kon niet om. En hoeveel liggen er nu? Nu liggen er, nou, wij zijn een van de laatste. Wij varen al. Ah, lullig. Nou, nog van. Al 35 jaar met elkaar, hè? Langer al. Maar het is wel mooi. Het lijkt me heel mooi met de broers zo op stap te gaan de hele dag. Nou ja, af en toe willen je elkaar natuurlijk ook wel eens over de leuning gooien. Ja, die willen je niet binnen. Het is hier altijd gezellig. Ja. Ik vond het heel erg mooi om in Volendam te zijn geweest. Laten we gaan afsluiten en laat ik gaan concluderen hoe mooi het was in Volendam. Ik vond het fantastisch. Ik heb begrepen dat als je hier komt wonen, zul je nooit echt geaccepteerd worden. Maakt voor mij helemaal niks uit. Dat heb ik in mijn eigen familie heb ik dat ook. Dus dat boeit niet zo heel erg veel. Klopt wel. Ja, klopt wel een beetje. Heb je nu ook verstand van mijn familie, Wim? Van alles hebben ze ongeveer. Ik zeg af en toe zomaar wat, klopt ook. Maar ik zeg soms ook wel eens dingen en om op een gegeven moment een einde aan te maken. Die zeg ik ook. Ja. En we zijn er bijna. Jullie zijn goed in alles. Dat zeggen ze ook. We zijn goed in sporten, in zingen, in werken. En wat ook Volendammers doen, we doen altijd wat we zeggen. Dat zeggen ook alle Volendammers. We doen wat we zeggen. En dan denk je, sorry hoor, maar het eerste nummer van Jan Smit ooit was Ik zing dit lied voor jou alleen. En dan denk ik, doe dat dan ook. Snap je? He, doe dat dan ook. Nou, drugsgebruik, totaal niet waar. Absoluut niet waar. Ik ben 3 dagen hier in Volendam geweest. Het is me 4 keer aangeboden. Dus dat valt ontzettend mee.
Racisme, zwaar, zwaar overdreven. Jullie zijn gewoon harde werkers. Jullie hebben gewoon een hekel. Ja, niet aan buitenlanders. Jullie hebben een hekel aan luie mensen die een uitkering trekken. En nou ja, toevallig zijn dat dan vaak buitenlanders. Maar goed, dat maakt dan niet uit. Jullie ontvangen buitenlanders met open armen. Terwijl het allerfijnste was aan het eind van de dag weer met de bus weggaan. Voor de rest zijn jullie ontzettend tolerant. Homoseksualiteit zie je geen enkel probleem. Heel veel jongens uit het dorp zijn getrouwd met een nicht. En ja. En waarmee ik wil afsluiten, is dit. Ik had een beeld van Volendam, dat was helemaal verkeerd. Volendam is veel mooier dan ik dacht. Dat heb ik vooral geleerd. De saamhorigheid en liefde voor elkaar deed mij nog het meest. En daarom zeg ik met heel veel trots, ik ben op Volendam geweest. Yeah. Dank jullie wel. Ik vond het echt fantastisch dat ik met jullie mee mocht varen. En dank jullie wel voor de gastvrijheid. En ik heb de Volendammers een stuk beter leren kennen. Degene die wel snel is, die kan nog een kopje koffie nemen. Ja, nee, ik heb helemaal gehad. Ja. Nee, een lijntje kook zou ik prima vinden. Nee, even een beetje zout nemen. Ja. Ja. Is dat een beetje voor, ja. Toch beloofd dat ik een beetje voor je veiligheid zou zorgen. Ja, dus zo ga ik straks optreden. Dat is wel denk ik het verstandigste.